Ron Jans, dat waren 10 spannende laatste minuten. Ja, met extra tijd erbij was het zelfs wel een kwartiertje. Je komt een tweede helft die van onze kant gewoon niet goed was. Kom je ook nog met 10 man te staan. Maken ze gelijk. En het was eerder dat het 2-1 zou worden dan 1-2. En als je dan in de laatste seconde zo'n beetje... Dan toch nog een goede goal maakte trouwens. Ja, dan moet je heel stilletjes naar huis gaan. En dan gewoon heel blij zijn met die 3 punten. En dat zijn we ook al. Wij hebben wel echt minimaal 2 punten gestolen vandaag. Je mag blij zijn dat die een keer nog goed valt op het eind. Maar het was een beetje alle hens en nekken. Na die 1-1 had ik zoiets van, nu is het klaar. Want op dat moment hadden we ook een mannetje minder. En dan ga je er niet van uit dat je nog de winst gaat pakken. Dan komt die allerlaatste minuten. Beschrijf hem eens. Ja, de nieuwe spits die viel goed in en hield de bal goed vast. Hij ging door op links, trok hem terug op de 16 eigenlijk. En vandaag was ik, net als eigenlijk vorige week, verdedigende middenvelder. Alleen ik gokte erop dat die bal wel eens goed zou kunnen vallen. En die bal viel goed en ik schoot hem met links in de bovenhoek eigenlijk. Dus zo was die goal een beetje. De eerste helft hebben wij gewoon verzuimd om zeg maar met de mogelijkheden die we hadden en de combinaties om een goal te maken of de eindpaas beter te doen. En er was misschien een twijfelgevalletje dat Stef Nijland ging door en het was wel de laatste verdediger. Maar dat kon ook nog wel aan deze kant van de kaart, dus aan de gele kant. Dus daar kon ik wel mee leven, moet ik zeggen. Maar van de eerste helft vond ik ons beter, maar de tweede helft was Dordrecht beter. We wisten dat zij tweede helft zouden komen en hetzelfde zouden spelen, maar dan meer met druk. En daar wisten wij gewoon geen raad mee. Het was meer bij ons alleen maar de lange bal. En dat heeft niet goed gewerkt voor ons. Ja, ben je daar toch door overrompeld, door de druk van Dordrecht? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, we hebben het in de eerste helft niet zo lastig gehad. In de eerste helft, als we het een paar keer goed uitspelen, dan scoren we zo de 2-3-0. En je weet, met 1-0 krijg je het lastig. Niet alleen tegen Dordrecht, maar ook gewoon tegen andere tegenstanders krijg je het gewoon lastig. Als die bal 1 keer goed valt en dan op dat moment krijg je een rode kaart tegen. En dan weet je dat je nog een moeilijkere laatste 10 minuten ingaat. Ik vond ons eerste helft een stuk beter als Dordrecht, gaven weinig weg. Maar de tweede helft waren zij de meeste. Op zich creëren ze heel veel kansen. Alleen, ze wonnen alles. Wij kwamen bijna niet meer bij die goal. En als wij 2 of 3 keer naar elkaar toe speelden, was het al veel. Van der Werf, Lies zei, was dat meer uit voorzorg of was dat echt noodzakelijk? Nee, we weten een aantal dingen. Ik heb van de week nog met Michael over gehad. Wat zijn nou de belangrijkste wedstrijden? En hij is versneld na een Lies-blessure weer gebracht. Dus ik hoop dat nu zijn Lies weer snel herstelt van dit richting donderdag Sparta-Praag toe. Want dan is Joost Broers is geschorst. Dus wat dat betreft hebben we Michael hard nodig. Met name lekker dat we gewoon weer die 3 punten pakken. Is gewoon belangrijk voor ons. Gewoon met 6 punten in 2 wedstrijden. Is gewoon een goede start voor ons. Dus dat is belangrijker. En donderdag moeten we gewoon eenmalig weer gaan knallen. En dan die uitwedstrijd. Dat zijn gewoon 2 wedstrijden. En dit is gewoon een seizoen over 34 wedstrijden. En de eerste helft hebben we wel zeker voldoende gespeeld. De tweede helft was gewoon niet goed. Maar het resultaat neem je altijd mee. Tegen Sparta-Praag zijn wij gewoon zeker niet kansloos. En we gaan ervoor, dat ook. Maar dan is het altijd lekker om met 6 punten uit 2 wedstrijden daar naartoe te gaan. En Sparta-Praag heeft gisteren zijn eerste wedstrijd thuis verloren van Banik Ostrava 0-1. Dus wat dat betreft kan dat misschien een klein voordeel zijn voor ons.